Na Nederlandse ontwerpers als Victor Rolf, Jan Taminiau en Iris van Herpen was het afgelopen maand de eer aan Essilor het meest om voor het eerst haar collectie te presenteren tijdens Paris Fashion Week. Vanavond blikt zij samen met haar modellen terug op deze succesvolle show en ik mag daarbij zijn. Je hebt 6 keer in Nederland geshowt en opeens zag je, ik ga naar Parijs. Ik wist sowieso altijd al dat ik naar Parijs zou gaan, dat was meer een kwestie van wanneer. Het was wel altijd al mijn doel. Wat is voor jou echt het grootste verschil met Nederland en Parijs? Natuurlijk is Parijs het hoofdpodium binnen de mode. In ieder geval ook de meest passende modeweek voor mij. Dat gevoel had ik altijd al. En het is natuurlijk een internationaal podium in Parijs, dus dat is ook anders. Wat vond je het meest overweldigend? Ik denk gewoon de dag zelf. In alle kleine dingetjes bij elkaar, dat telt gewoon bij elkaar op. Van alle voorbereidingen tot de laatste details van de collectie, het afpassen op de modellen. Echt de momenten vlak voor de show. Dat was heel overweldigend, uiteindelijk heel erg in positieve zin. Maar wel een hele intensieve, pittige dag natuurlijk. Wat is nou typisch Essilor Houtmees? Dat ik ervan hou om hele verhalende collecties te maken. Ik hou heel erg van de balans te zoeken tussen het draagbare en het conceptuele. Hoe gaat bij jou het ontwerpproces? Ik begin altijd met schetsen en tekenen en met lijnen en met vormen en silhouetten. En dat zo vrij mogelijk, zonder er echt al te veel aan vast te houden in eerste instantie. Ik probeer eerst alleen die ideeën te laten komen en nog nergens per se aan vast te houden. Maar gewoon alles te laten komen en ook weer los te laten. Totdat er vanzelf een soort van rode draad ontstaat en een soort lijn in vorm en kleur en silhouet die klopt en past. En dat voel je dan vanzelf op een gegeven moment. Iedereen weet natuurlijk dat ooit Lady Gaga is gespot in jouw creatie. Hoe is dat ooit tot stand gekomen? Ja, dat was heel leuk. Ik heb de vorige keer dat ik geshowt heb hier nog in Nederland was dat. Ja, dat was op maandagavond. En toen dinsdagochtend kreeg ik een mailtje van waar ben je te bereiken. Vanuit haar kantoor. Toen heb ik haar natuurlijk gestuurd en toen werd ik gebeld door haar. Dit is overigens de top die Lady Gaga gedragen heeft. Dus nee! Dat is wel leuk om te laten zien. Oh, dan mag die even vasthouden. Die mag je vasthouden. Vanavond blik jij samen met je modellen eigenlijk terug op het succes in Parijs. Ik kook altijd voor iedereen om gewoon vanuit mij dankjewel te zeggen voor alle inzet. En voor ook sowieso om een hele bijzondere ervaring samen af te sluiten op een rustigere manier. En dat we het er nog met elkaar over kunnen hebben. En dat we samen naar het beeld kunnen kijken. En dat iedereen elkaar nog een keer kan zien en kan voelen van god, hebben we iets bijzonders neergezet met elkaar. Ja, een prachtige show. En om als eerste te mogen lopen is altijd mooi. Hoe ze het precies doet en hoe ze het voor elkaar krijgt, geen idee, geen verstand van. Maar ja, ik ben wel echt weg van haar werk.